Hey beautiful people, ik ben Benny en welkom bij een nieuwe video en bij mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een Primark shoplog voor jullie. Ik heb niet zo heel veel dingetjes, maar ik heb wel wat leuke dingetjes die ik met jullie wil delen. En hier is de tas. Voilà. Voilà. En yes, let's get straight into it. De eerste item is een home item. Dat is dit tafeltje. En dit tafeltje kostte mij dus 1 euro. Ja mensen, 1 euro. Hij was dus origineel 17 euro. Maar dit was een zomer item. En dit is eigenlijk zeg maar een tafeltje voor op het balkon. Lekker bij de barbecue en whatever. En ja, het wordt al koud. En het is alleen maar regenachtig. En niemand is nu op zijn balkon aan het barbecue. Dus hebben ze deze tafels afgeprijsd voor van 17 naar 1 euro. En ik heb er lekker twee meegenomen. Ik heb deze en een gele kleur. En ik wil hier een DIY mee doen. Dus ja, hopelijk komt dat binnenkort. Dus het is gewoon zo'n tafeltje. Je klapt ze zo uit. Oh, oh, oh. Zo. En dan is het gewoon best wel, ja, mijn kleur wordt weer helemaal raar door dit tafeltje. Maar anyway, het is dan gewoon zo'n schattig tafeltje. Echt super leuk. Voor maar 1 euro. Like, I was like, hell yeah. Dus ik heb er twee. Ik heb ook twee kussens. En die zijn helemaal daar. Dus die zien jullie wel een keer in een vlog. Want ik heb zo geen zin om ze te pakken. En ze zitten onder spullen en whatever. En dat zijn twee hele grote zitkussens. Die heb ik ook voor 1 euro gekocht. En mijn batterij is bijna leeg. Dus we gaan gewoon filmen totdat mijn batterij leeg is. En dan ga ik jullie opladen en dan gaan we verder. Oké, next item. De volgende item die uit de tas komt is een sjaal. Ik had echt een sjaal nodig. Ik wou heel graag zwart. Maar ze hadden geen zwart meer. Dus ik dacht de next best thing is donkergrijs. En dit is een sjaal met van die tassels. En er zit een kartonnetje aan. Met van die tassels. En gewoon ook best wel lang. Ik hou van lange sjaals. Want dan kan je ze gewoon lekker zo ombinden als het koud is. En ja, super leuk. En ik dacht grijs is ook leuk met mijn haar, hoe het nu is tenminste. Dus grijs is gewoon voor mij soms net bijna net zwart, omdat het is zo neutraal. En het is, ja, dus yeah. En deze kostte mij 6 euro, dus dat was ook best te doen. On to the next. Oh my god. De volgende twee dingen zijn mijn absolute favorite. En dat zijn deze tasjes. Oh my lord. Deze kosten allebei 8 euro. 8 euro per stuk. En ik zag eerst een zwarte. Toen dacht ik, oh so cute. So cute. So cute. En toen dacht ik de rode. Toen dacht ik, oh my god, so cute. En toen dacht ik, ik kan die kiezen. Dus dan neem ik ze allebei. Dat is de beste oplossing ever. Nee, doe dit niet thuis. Maar ik kon gewoon niet kiezen. Dus ik dacht, ik neem ze allebei. En ze waren 8 euro, wat ik wel heel redelijk geprijsd vond. Dit zou het echt afmaken als ze van die knopjes hadden hier at the bottom. Want dan kan je je tasje gewoon neerzetten. Ik vind het zo schattig. Zo freaking cute. En het is natuurlijk afgeleid van die tas die heel erg in is. Ik weet even de naam niet meer. Maar y'all know what I mean. En ik vind hem zo, zo schattig. Het is ook best wel goede kwaliteit. Ik heb even goed kunnen kijken naar hoe die in elkaar zit. Het heeft ook een langere strap aan de binnenkant. Het heeft twee van die magneetjes. En dan dit is de binnenkant met een klein vakje. En verder is dus gewoon één vakje. En het is voor zo'n klein tasje is het nog best ruim. Ik heb een nieuwe telefoon. Ik heb nu tegenwoordig de Huawei P30 Pro. En die is best wel groot en die past hier nog wel in. Ik weet echt niet waar mijn telefoon is, maar die kan hier nog in. Dus je telefoon kan erin. Oh, ik vind het ook zo mooi met mijn gele nagels. Je telefoon. Oh, mijn nails. My nails, girl. My nails. Did you see my nails? Oh, het is zo'n leuke kleur. I feel fun. Anyway, je telefoon past erin. Je portemonnee, je sleutels, lipgloss. What more do you need? En toen dacht ik, deze is giving you corporate realness. And this is like loosey goosey, you know, this is like a night on the town, being all, you know, sexy and or whatever, you know. And this is corporate realness. So, ik moest ze allebei. Ik vind ze zo freaking cute. Dus ik ga wel wat outfitjes stylen met deze twee tassen. En ja, op naar de volgende. Het volgende item heb ik dus al een keer gepast.
En ik was er niet zo tevreden over, maar ik ga het wel voor jullie passen nog een keer. Dat is deze jurk. En deze jurk wou ik dus al heel lang. Het is best wel een lange jurk. En het heeft dan zeg maar een split hier. En het heeft ook een touwtje voor om je middel. Bloemenprint, zo niet brandy. Dit is zo niet brandy. Maar ik dacht, ik wil ook een keer iets wat gewoon een beetje out of my comfort zone is. Dus ik dacht, ik neem deze. Deze is van 17 naar 10 euro gegaan. Dus 7 euro korting. En ik heb het in een 46. Dat is veel te groot. Maar dat was de enige maat die er was. En ik dacht van, ik kan altijd oversize wel gewoon leuk maken. Maar de stijl is gewoon niet voor mij. En ik had het moeten weten, omdat sommige dingen met een hele hoge hals is niet echt helemaal top voor mij. Omdat ik toch best een grote buste heb. Dus het staat gewoon heel raar. Ik vind deze zelfs een beetje oudbollig staan. Nog even voor de duidelijkheid. Als de video opeens stopt, dan weet je dat mijn batterijen leeg zijn. En dan zie ik jullie nadat ik mijn batterij heb opgeladen. Ja, jullie zullen dat niet merken in deze video. Maar zodat je het weet als ik opeens stop met praten. Ik ga hem even aandoen. Nog even voordat ik de jurk aandoe, wil ik jullie deze BH laten zien. Deze heb ik dus in het zwart en in het wit gekocht. En dit is my favorite thing in the world right now. Dit is zo'n fijne BH. Nog fijner dan die ene die ik jullie in het laatste haul liet zien. Deze is ook van Primark. Deze kostte, zie jullie nippels? Nee, oké. Deze kostte 8 euro en het heeft zo'n kantje. Het heeft zeg maar zo'n kantje wat wel omhoog rolt elke keer. Dus dat is wel irritant. Maar ze zitten zo lekker. Zoals je kan zien, ze zitten er echt super mooi in. No spillage. Er komt gewoon niks uit. En ja, voor maar 8 euro, guys. Ik vind hem zo, zo freaking mooi. Yes. Oké, nu gaan we even de jurk aandoen. Ik heb die BH trouwens ook in het wit gehaald. Ik weet niet of ik dat heb gezegd. Ik hou helemaal niet van witte BH's. Maar soms heb je er gewoon echt eentje nodig in je leven. Dus ik dacht, ik haal er maar gewoon één. Oké. God. Oké, kijk. Zoals je kan zien zit hij wel heel loosey-goosey, maar we can make it work. Oké, hoe zit het? Heb ik nu het omgedraaid? Ik weet het niet eens. Oh, het zit ook nog vast. Oh, volgens mij maak ik het. Oh, oké, I broke it. Volgens mij heb ik het nog kapot gemaakt ook. Dit, helemaal top. Dit begint super. Even kijken. Kijk, je moet niet letten op mijn haar, want dit is niet voor dit kapsel, deze jurk. Dus denk mijn haar weg. De jurk staat sowieso niet echt heel erg leuk, vind ik. Dit is wel een turkjurk. Oké, ja, ik weet niet wat ik vind van dit jurkje. Ik vind het... Ik vind de split wel leuk. Wat ik zou doen met dit jurkje, ik denk dat ik het met een crop hoodie zou dragen of zo. Of misschien een t-shirt. Of niet een t-shirt, een sweater en dan gebonden of zo. Zoiets. Ik zou het dragen als een rokje. Basically what I'm trying to say. Ik zou hem dragen als een rokje. Want dit is gewoon niet echt mijn stijl. Hoewel ik het vanaf hier wel leuk vind met de split en zo. Giving you something sexy and stuff. Maar vanaf hier naar boven, I'm feeling it. Because this is like, I'm going to church. I am, you know, somebody's grandma or something, you know. That's not what I'm trying to do. So, ik zou hier denk ik wat over aandoen, zodat ik het kan dragen als een rokje. En ja, oh, ik ben druk. Ik ben gewoon bij de adem. Zo druk ben ik. Oh mijn god. Oké, next. Kijk, als volgende heb ik hier de BH. Ik ga deze niet aandoen, maar dit is dus de BH, dezelfde. En ik heb dit trouwens in een 85F. Dus deze heb ik wel gewoon in mijn maat genomen. Ze zitten echt mooi. Dit is de witte ervan. De witte is ook echt super mooi. Zo. Yes, honey. Misschien met deze BH eroverheen is het wel leuk. Just kidding. I would wear it though. Het volgende item is de Kiss shirt. En 10 keer raden waar ik deze vandaan heb. Mannenafdeling. Yay.
En deze shirt was origineel 10 euro. En nu is hij on sale voor 7. En er staat kiss, 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 kiss. Dus laten we dit even aandoen. Misschien bovenop dit jurkje. Oké. Okay. Oh god, wit en make-up. En oh, Jesus, you're trying me. Oké. Oké. Kaartje even naar binnen, want het doet irritant. Ga eens weg. Ja. Oké. Maar dit is in ieder geval het shirt. Hij is super groot. Ik heb het in een size L gekocht, dacht ik. L of XL, something like that. Ik dacht L. En ik hou van t-shirts. Ik zou wel de mouwtjes oprollen, want deze... Honey, I'm back. I don't know what I look like, because I've just been sitting around, basically being annoyed. Anyway, we're not gonna talk about it. Anyway, ja, ik had je deze al laten zien, toch? We gaan naar het volgende item. Ja. Volgens mij word ik echt zo uitgewassen van dit shirtje en mijn haar ziet er niet uit. You know what? You know what, guys? I don't know what to tell you right now. My mood is like shitty as hell, okay? Ik heb hier nog een t-shirt. Dat is het volgende item. Deze was ook 5 euro. Maar deze is van NASA. En het heeft zeg maar een ruimtemannetje erop. Ik ga deze niet aandoen, want hij zit precies hetzelfde. Het enige wat anders is, is het plaatje. Ik hou heel erg van space. Heel veel mensen weten dat niet. Maar ik hou heel erg van space. En van de sterren, van de maan. En ik vind het allemaal best wel interessant. En ik vind het ook altijd leuk om naar de sterren te kijken. Als ik daar even tijd voor heb. Als dat even kan. En yes. Dat waren alle dingen van de Primark. En nu heb ik nog één ding van Zalando die ik aan jullie wil laten zien. En dat is mijn rugtas. Ik pak hem er even bij. Ik heb dus deze rugtas gehaald van Fans Off The Wall. En hij is super handig. Dit is like my go-to bag. Want ik had zeg maar een andere rugtas van de Even & Odd merk van Zalando. Maar die is kapot gegaan. Dus toen dacht ik, ik wil gewoon echt een rugtas, goede kwaliteit en zo. En toen kocht ik deze. En ja, hij heeft echt heel veel vakjes. Hij zit nu vol, dus ik kan jullie niet een rondleiding geven. Maar hij heeft heel veel vakjes. En ook een laptopvakje waar mijn laptop niet in past. Want mijn laptop is iets groter. Ik heb een iets grotere formaat aan laptop. En, maar het is gewoon super simpel zwart. Dan heeft het alleen het design voor. En verder rest is het gewoon simpel, chill. Gewoon echt een everyday backpack. En ja, guys, het was dit keer niet zo heel lang. Ik had maar een paar dingetjes, zoals ik aan het begin al zei. Ik had niet zo heel veel dingetjes. En ja, guys, sometimes I just can't, you know. I just cannot with these men. Anyway, dankjewel voor het kijken. Ik vond het leuk dat je hebt gekeken. Hopelijk vond jij het leuk. En heb ik nog wat om te melden? Nee, ik zie jullie in de volgende video. Het is zo koud hier, like... Oh, ik wil gewoon mijn badjas aan. Dit is mijn badjas. Och, ik ga hem lekker aandoen. En nog een video filmen. En dan zie ik jullie in de volgende. Bye guys, love you guys. Thank you so much for watching. En subscribe, subscribe, subscribe. Abonneer, abonneer, abonneer. Doei. Als hij dan nog dom doet. Of als hij dan nog wil komen met zijn, je weet toch, stoere acties. Of bij de hand acties. I slap him like a bitch, you know.